Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 6 oktober. Een hoge drukgebied boven Scandinavië ligt er al dagen en blijft de komende dagen ook aanwezig. En dat zorgt bij Nederland voor een noordoostelijke stroming. En met die noordoostelijke stroming wordt frisse lucht aangevoerd, waar geleidelijk aan ook steeds meer wolkenvelden aanwezig zijn. Die wolkenvelden die zagen we vandaag al terug op de satellietfoto. Boven Duitsland en Polen zien we veel bewolking en ook boven het oosten van het land. En die bewolking die schuift dus geleidelijk aan verder naar het zuidwesten toe. Dat betekent ook dat er vanavond vrij veel bewolking aanwezig zal zijn. Slechts af en toe is er een opklaring. De temperatuur die ligt tussen de 11 en de 12 graden en er zat een matige wind uit het noordoosten. Overnacht wordt het niet zo heel koud. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden en dat is beduidend hoger dan de afgelopen nacht. Toen zagen we zelfs vorst aan de grond hier en daar. Nou, komende nacht is dat niet het geval dankzij die bewolking. Morgen overdag wolkenvelden en soms een paar opklaringen. Met name in het westen denk ik dat de zon wel af en toe doorbreekt. De temperatuur kan oplopen naar zo'n 14 tot 15 graden. Mogelijk dat het in Zeeland zelfs 16 graden wordt. De wind die waait nog steeds uit het noordoosten en is overwegend matig en het blijft op de meeste plaatsen droog. Heel misschien dat er in de loop van de dag een spatje regen gaat vallen in het zuidoosten van het land, maar dat zijn kleine hoeveelheden. Ook de dagen na is nog steeds dat hoge drukgebied aanwezig boven Scandinavië en dat betekent dat er weinig verandert in het weerbeeld. Er zijn wolkenvelden, af en toe is er een opklaring en op zondag en maandag neemt wel de kans op een licht buitje hier en daartoe, maar nog steeds zijn dat kleine hoeveelheden en op veel plaatsen blijft het ook nog gewoon droog. Maximumtemperatuur die blijft zo rond de 13 tot 14 graden en dat is gewoon iets te laag voor deze tijd van het jaar. En ook volgende week zien we weinig verandering in het weerbeeld. Temperaturen blijven zo rond die 13 tot 15 graden. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar soms breekt ook de zon door. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.